Lindsay. Kelly? Ik zou iets willen zeggen, want je moet beloven van het niffels te zeggen, hè. Maar Kelly, je kent me nou toch al, hè? Ik zwijg lekker graf. Beloofd. Oké. Okay. Ik heb gisteren een zwangerschapstest gedaan. Wat? Echt? Ja. Dat meende je niet. En? Weer het moeilijke vragen. Mannen. Pasteur. Hey, pasteur. Hoe was het chillen dat ze aan het zijn? Ja, ze hebben mij de stoet daar. En door ze een wagel bijna het schendt, moet een echte olifant opsteken. Niet een echte. En op die olifant zitten vier blote vrouwen. Hé, papa? Ja. Poedel Nox. Ja. Want dan blijf ik ook nog een minuut zijn. Meneer pasteur. Dat is lang klein dat ik dat gezien heb, ze. Een olifant. Zeg, schat. Ja? Ik heb van achter een schone droom gehad, zuur. Allee? Ik droomde dat je in de IKEA rondliep. In de IKEA? Ja, alleen. Er worden geen klanten of niks. En ik mocht ook kiezen wat ik wou. Allee. Nieuwe meubels, nieuwe gardijnen. Ik heb zelfs nieuw bestek en nieuwe tenuren gekocht. Oh, het is nieuw. Ja. Wat zeg, dan heb je door een lote gewoon in een IKEA. Je mag er zeker van zijn. Oh, allee zeg. Ja, zeg, hé. Ja. Snoepie. Ja. Je hebt deze nou gewoon een schone droom gehad, sir. Ja, ja. Allee, vertel dat eens. Ik lag in een heel groot bed. Ja. En neven mij lagen twee poedelnokse vrouwen neven mij. En die hebben mij gebracht op alle heugtes. Alle heugtes. Oh, mijn hart begint al te kloppen, sir, als ik doen aan denk. Oh, ik geloof toch dat je een van die twee dan voor zeker, hè? Oh nee, hè, schatje. Die zat in de IKEA. Yes, yes. Oh. Why yes, yes. Mijn puzzel is af. Dat betekent dat je 6 weken eraan gewerkt. Ja, maar ja, op die doos staat 3 tot 6 jaar, hè. Wat scheelt er, Marcel? Ik loop de lessentijd zo slecht. Ik heb al 2 weken dezelfde droom. En waarover droomt je dan? Over Schöp. Schöp die aan het voetballen zijn. Voetballende schapen, dat is inderdaad een rare droom. Ja, ja, hè. Ja, ja. Dat is geen probleem. Als je die pillen neemt, hè Marcel, dan gaat je niet meer over voetballende schapen dromen. Je moet elke avond gewoon zo 1 pilletje nemen voor het slapen gaan. Begin daar deze avond maar al mee. Oké. Maar mag ik door morgen bij beginnen? Ja, waarom? Deze avond spelen ze de finale. Papier ben. En je hebt mijn onderbroek.
die grafsteen gegooid. We hebben je dat opgelost. Ik heb dus zo'n lint van zo'n rouwkrans afgetrokken en ik heb dat gebruikt. Moeilijk jongen. Dat moesten we nog een keer proberen, zo laat aanskomen. Schandalig en zoveel zapen. Ik weet niet waar dat zit bij jou, hè, maar dat is de laatste keer dat hij van mij alleen op gang is mogen gaan. Weet je goed dat hij is thuisgekomen zonder onderbroek? Dat is nog niks. Dat van mij ga je de kantaans deze morgen bij een lint tussen haar billen. Weet je wat erop stond? Vanwege het voltallige brandweerkorps. We zullen u missen. Kijk de glazen een keer vol zijn met trullenbullen, kijk. Ja, bolletje. Ja, dat was Frans mes. Nee. Nee. Madame. Bussen. Ik ben er niet om te zeggen, maar de mond. Oh, god. Het is nogal een genante plaats, begrijpt u? Gaspacho, mijn soep is koud. Wat zijn de zin? Twee centimeter. Zeg, wat denk je wel? Zit hem dan een blooi gebakken? Weet je waar de op stond? Weet je goed dat hij is thuiskomen zonder onderbroek? Je doet echt waar. Het gaat heel laat worden. Hè? Weet je goed dat hij is thuiskomen zonder onderbroek? Ik zal eens iets zeggen, hè, Charles. Alle. Ja. Ja, zeg het maar. De schoenmaar is gestart, hoor. Een deelneming, hè? Hoezee. Baas, hè? Nee, vooral. En wat je wijlen aan een koppel. Oh nee, ja. Maar het is schoen, hoor. Ik was een paard. De schoenmaar is gestart, hoor. Oei. Een deelneming, hè? Hoezee. Ik was het, nee. Een deelneming. Precies. Baas, hè? Nee, vol. Mooi. Hey, Karel. Ah. Alex. Wanneer is... Moet ik het zeggen? Ja, jij moet zeggen, alles goed. Dan moet ik zeggen, bij mij gewoon. Ah, Karel. Dag Alex. Hey Karel, alles goed? Nee. Nee. Ja. Sorry, baby.